Oké. Goedemiddag nog eens iedereen. Bienvenue à tout le monde. Dans ce webinaire Transport de terre transfrontalier Wallonie-Flandre et vice-versa. Welkom iedereen op de webinar over grondtransporten van Vlaanderen naar Wallonië en vice-versa. We hebben met dit webinar heel wat participanten. Ik zie dat er toch al heel wat mensen ook ingelogd hebben. Er zullen misschien nog een aantal bijkomen. En gezien de beperkingen die er zijn op met name Zoom, zijn er dus een deel mensen die een link hebben gekregen via Zoom en een aantal mensen via YouTube. De ganse webinar wordt ook opgenomen en zal nadien ook nog te bekijken zijn. Daar volgt communicatie rond. Donc on a beaucoup de participants, peut-être un peu trop de participants, c'est-à-dire allez, beaucoup plus qu'on avait attendu. Et on était obligé de partager un peu les deux, disons, moyens de suivre le webinaire. Une partie des participants suit par Zoom, une autre partie suit par YouTube et ça marche en parallèle. Et on va donc aussi enregistrer ce webinaire et par après, ce sera participé. Il y a une communication qui va suivre. Pour le webinaire, il est possible par Zoom de poser des questions par le bouton en bas de l'écran Q&A, Question and Answers. Donc, on peut poser des questions. Il y a des gens du panel qui vont un peu analyser les questions et on va les répondre après l'explication des deux orateurs. Dus we gaan bij het webinar kan je via Zoom, via question and answers, onderaan een button vragen stellen en die worden op het einde van het webinar beantwoord door de sprekers en die worden ook al wat geanalyseerd door een aantal andere panelleden. Dat is op Zoom. Op YouTube kan dit ook, maar dan gaat dat via chat. Dus het is op de twee kanalen mogelijk om de question and answers te doen met de button op Zoom en via de chat op YouTube. Donc, dans les deux, disons, moyens de suivre le webinaire, par Zoom, il y a le button question and answers. Et en YouTube, on peut employer la fonction chat pour poser des questions. Ok, donc ce webinaire est une initiative de la FBEV, Fédération Belge des Entreprises en Voirie. Moi, j'ai oublié, moi je suis Bart Vos, je suis le président de la FBEV. Et avec, disons, mes collègues présidents de la FUEF, de la VLAWEBO et de la FBEV Bruxelles, on a voulu prendre quelques initiatives avec une contenu qui est plutôt fédéral, parce que la FBEV est, disons, le partenaire pour les pouvoirs publics en ce qui concerne l'État fédéral. Et il y a des thèmes très spécifiques qui ont une dimension, je dirais, fédérale. Par exemple, ce thème, parce qu'il s'agit, bien entendu, des transports entre la Wallonie et la Flandre et entre la Flandre et la Wallonie, et ce qui est quand même un thème très spécifique. On n'a pas voulu pour le moment entamer la question des transports vers Bruxelles. C'est peut-être pour un webinaire ou pour une explication plus tard, mais pour le moment, on voulait se concentrer sur la situation entre la Flandre et la Wallonie. Dus zoals ik zei, dit is eigenlijk een initiatief van de BFAW, de Belgische Federatie van Aannemers van Wegenwerken. En dat is in feite een meer nationaal federaal orgaan. En samen met de collega's van de, zeg maar, regionale afdelingen, dus FWEF voor Wallonië, VLAWEBO, de Vlaamse wegenbouwers, en BFAW Brussel, zeg maar, de Brusselse wegenbouwers, hebben wij bewust gezocht naar een aantal inhoudelijke thema's die we kunnen brengen op dit niveau. En een van die thema's die direct in het oorsprong was, de nieuwe situatie wat betreft de transporten tussen de twee landsgedeelten.
Wallonië en Vlaanderen en de specifieke problematieken daar rond. En daarom hebben wij dit seminarie willen organiseren. En we hebben voorlopig ook gezegd, we laten de situatie van transporten van en naar Brussel even aan de kant. Mogelijk kunnen we daar in een volgend seminarie of later wel eens op terugkomen. Maar we wilden ons nu vooral concentreren op die twee, landsgedeelten. Wat is eigenlijk de probleemstelling? Sinds mei vorig jaar is in Wallonië de reglementering Walter in voege getreden. De grondbank in Vlaanderen die bestaat al heel lang, die bestaat sinds 1996, maar die is eigenlijk ook rond de nieuwe grondverzetsregeling sinds 2004, dus al 15 jaar ook actief. En die twee reglementeringen die zijn best gelijkaardig, die lopen ook voor een heel groot stuk parallel. Ze zijn ook gebaseerd op, zeg maar, Europese wetgeving, maar ze zijn niet helemaal gelijk en dat geeft een aantal specifieke problematieken als je van het ene landsgedeelte naar het andere grondtransporten wil doen. Donc l'explication du problème, c'est que la Walter est en vigueur depuis mai de l'année passée. La Grande Banque en Flandre est déjà active depuis 97, mais le nouveau règlement est actif depuis 2004, donc il y a 15 ans. Et les deux réglementations sont assez similaires, mais ne sont pas tout à fait égales. Et ça fait qu'il y a quand même une certaine problématique entre les deux réglementations qu'il faut bien expliquer aux gens. Et c'est pour ça qu'on a invité, et pour le moment je ne vois plus les slides, c'est pour ça qu'on a invité nos deux orateurs. D'un côté, c'est Maxence Royas de Walter. Maxence qui va commencer l'explication en ce qui concerne la Walter. Et Andy Hurtmans de la Rondbank qui va plutôt expliquer la situation wallonne et évidemment les différences et les choses à prendre en considération quand on organise des transports entre les deux régions. Dus er zijn twee sprekers daarvoor uitgenodigd die de specifieke uitleg zullen geven. Aan de ene kant Maxence Royas de Walter en aan de andere kant Andy Hurkmans van de Grondbank. En die gaan elk in op aan de ene kant wat is de reglementering in het specifieke landgedeelte en aan de andere kant ja, waar zitten de verschillen en wat zijn de aandachtspunten als er transporten voor de twee de twee regio's worden georganiseerd. Dat zijn de sprekers, dus Maxence gaat beginnen en dan Andy. En nadien, zoals al gezegd, hebben wij een vragen- en antwoordensessie voorzien. Les orateurs vont parler dans les deux langues, c'est-à-dire chacun parle dans sa langue maternelle, mais les slides sont dans l'autre langue. Donc, Andy parlera en néerlandais et ses slides sont en français. Et avec, pour Maxence, sera l'inverse. Dus de twee sprekers zullen spreken elk in hun moedertaal, maar de slides zijn dan wel in de andere taal, zodanig dat de collega's van de twee landsgedeelten toch kunnen volgen. Voilà, ik wil nog eens benadrukken dat er dus op het einde een Q&A-sessie is. Om die dus voor vragen te stellen met Zoom. Dus de deelnemers die op Zoom zitten, die kunnen dat met de button onderaan Q&A hun vraag stellen. Die worden geanalyseerd en door de sprekers beantwoord op het einde van de sessie. En de mensen die per YouTube volgen, die kunnen dat doen met de chatfunctie in YouTube. Donc, pour conclure, je répète qu'il y a encore une session de questions et réponses à la fin des explications des deux orateurs et les gens qui suivent par Zoom peuvent employer le bouton Q&A en bas de l'écran pour poser leurs questions et les gens qui suivent par YouTube peuvent employer la fonction chat en YouTube pour poser les questions. Cindy qui est
Oui, c'est différent. Et Jacqueline vont analyser les questions et à la fin, elles vont poser les questions aux deux orateurs qui vont les répondre. Et c'est donc, je donne maintenant la parole et qui est à Maxence Oyas pour son explication sur Walter. Merci bien. Voilà, donc on m'entend bien? Pas de souci? Très bien. Très bien. Ok, parfait. Désolé pour les petites coupures au niveau du PowerPoint, mais j'ai des soucis de connexion. Je vais arrêter le partage et mettre ma présentation. Voilà, donc bon, là, on peut commencer. Donc voilà, comme on l'a expliqué, moi c'est Maxence Oyas de l'ASBL Walter. Donc je signe le dossier depuis maintenant bientôt 1 an et demi pour l'ASBL Walter, donc l'organisme de gestion des terres en région wallonne. Donc pendant la présentation ici, je vais faire un petit tour où je vais présenter d'abord qui est Walter, mettre au point le cadre légal en Wallonie, et détailler les différentes procédures Walter, donc quels documents avoir, notre codification pour les lots de terre et notre système de facturation un peu particulier. Donc, pour commencer, qui est Walter? Donc, c'est l'organisme de contrôle de la gestion des terres en Wallonie, donc l'équivalent de grande banque pour la région wallonne. Nos missions sont déjà assurer le contrôle qualité des terres à transporter via les rapports de qualité de terre dans le but d'avoir une meilleure gestion des coûts, de connaître la qualité des terres évacuées avant le début du chantier, d'assurer la traçabilité de ces terres, donc de savoir avec transparence d'où est-ce qu'elles viennent et où est-ce qu'elles vont. Donc, il y aura un regroupement d'informations via une plateforme en ligne qui regroupe toutes les données et qui seront exploitées par la suite. Toujours de tenir informé l'utilisateur donc des nouvelles mentions réglementaires et des nouveautés dans la plateforme, ainsi qu'un accompagnement dans ces nouvelles démarches. Donc, pour information, voilà, vous avez notre site internet walter.be qui a toutes les informations, toutes les présentations, dont celle-ci qui sera disponible à la fin du webinaire dessus. On organise aussi des formations via les roadshows pour général et plus particulièrement l'utilisation de la plateforme. Nous avons aussi un service helpdesk où 4 personnes y travaillent. Donc vous pouvez les contacter en cas de souci. Spécialement, je pense pour vous à Madame Joëlle Petit qui est bilingue français et néerlandais, donc qui connaît bien aussi les procédures du côté flamand. Voilà, donc ici je commence toujours par un petit allez, une bref review des deux terminologies qu'on utilise en Wallonie ou en Flandre, afin qu'on soit tous d'accord sur ce que l'on parle. Donc, quand on parle de Technieverslag et de Comfortverklaring en Flandre, c'est un rapport qualité de terre, un RQT, et un certificat de contrôle de qualité de terre, un CCQT en Wallonie. Pour le côté traçabilité, alors, même s'il y a quelques subtilités et différences entre la Flandre et la Wallonie, dans l'ensemble, ça reste similaire. On passe par une notification de mouvement de terre pour déclarer son transport. Walter délivre un document de transport. Et à la fin, on a bien sûr la Envoclaring, la notification de réception et l'accusé de réception. En Flandre, il y a les deux procédures en fonction du volume à transporter. En Wallonie, il n'y a pas cette distinction, c'est juste une seule et même procédure, quel que soit le transport, enfin, le volume à transporter. Et enfin, pour les zones suspectes, en Wallonie, on se base sur la banque de données de l'état des sols, la BDES, tandis qu'en Flandre, c'est plus le GIR. Voilà, donc on commence ici avec un petit overview du cadre réglementaire en Wallonie. Pour un terrain non suspect, quand est-ce que l'on fait et quand est-ce que l'on ne doit pas faire de contrôle qualité?
Donc, le cas numéro 1 est une excavation, ici dans une voirie, et les terres sont réutilisées sur site. Il n'y a pas de mouvement à l'extérieur du site. Là, c'est le cas où il n'y a ni contrôle qualité, ni traçabilité. En gros, il n'y a rien à faire, pour autant, bien sûr, que le terrain ne soit pas suspect. On reste toujours dans ce cas-là. Le deuxième cas est quand il y a une excavation pour un chantier, un projet et un chantier, qui génère moins de 10 mètres cubes de terre à évacuer. Là, pareillement, il n'y a ni contrôle qualité, ni traçabilité. Cette terre-là, donc, elle n'existe quelque sorte pas pour nous, elle peut voyager librement. Le troisième cas est quand on se trouve entre 10 mètres cubes et 400 mètres cubes de terre excavée, pour un terrain toujours non suspect. Là, il n'y a pas l'obligation de faire le contrôle qualité, donc la situation 3, mais il y a toujours l'obligation de traçabilité. Donc, le document de transport est à demander à Walter. À ce moment-là, on attribuera une qualité de terre par défaut, j'expliquerai plus tard. Enfin, le dernier cas est celui où le chantier a généré plus de 400 mètres cubes de terre. Là, il n'y a pas de... C'est sans dérogation, c'est et le contrôle qualité et la traçabilité. Donc, et disposer d'un CCQT, d'un certificat de contrôle, et demander le document de transport à Walter. Maintenant, pour le cas des terrains suspects, donc comment déterminer que mon terrain est suspect ou non? Pour ça, on peut se rendre sur le site de la BDES, sur notre site internet ou taper BDES sur Google, ou bien utiliser le lien que j'ai mis en dessous, qui montre aussi par vue aérienne la même carte que la BDES. Le terrain est dit suspect si, comme le montre l'image là, il est en couleur pêche ou en couleur lavande. Si votre terrain en parcelle est situé dans une de ces deux couleurs, alors elle est suspecte. Et dans ce cas-là, on se retrouve dans la situation 4, contrôle qualité obligatoire et document de transport obligatoire, quel que soit le volume. Même si vous avez moins de mètres cubes, enfin moins de 10 mètres cubes, pardon, ou entre 10 et 400, dès que c'est suspect, c'est directement contrôle qualité et traçabilité. Enfin, la subtilité qu'on révélera sans doute plus tard, c'est que les travaux de voirie ne sont par définition pas suspects. Donc, si vous avez moins de 10 mètres cubes à évacuer en voirie, vous n'aurez en principe jamais à faire de document de transport, sauf si vous le souhaitez. Et pareil, entre 10 et 400 mètres cubes de terre en voirie, pas de contrôle qualité obligatoire, seulement le document de transport. Alors, Andy va en parler tout à l'heure, mais j'évoque déjà un petit peu le sujet. C'est que quand on passe d'une région à l'autre, donc de la Wallonie vers la Flandre ou de la Flandre vers la Wallonie, le premier cas, c'est que, encore une fois, quel que soit le volume, il y a toujours un contrôle qualité à réaliser sur le site d'origine et une traçabilité à faire entre les deux régions. Même si vous venez donc, de Flandre vers la Wallonie avec 100 mètres cubes de terre, il faut quand même que le contrôle qualité soit fait avant, donc disposer d'un certificat de contrôle de qualité des terres. L'exception en Wallonie, c'est que si vous venez de Flandre, mais que vos terres sont à destination d'une installation autorisée, donc l'équivalent d'un TOP en Flandre, là vous pouvez l'amener là avec un document de transport, donc sans contrôle qualité, et le contrôle qualité se fera dans l'installation autorisée en Wallonie. Voilà, donc là c'est l'exception où vous ne devez pas faire de contrôle qualité sur le site d'origine, donc sur le chantier en Flandre. Enfin, maintenant expliquer un peu brièvement comment s'en sortir dans la plateforme en Wallonie, donc les différentes étapes. On commence ici par l'inscription à la plateforme. Donc, pour ce faire, vous allez sur notre site internet, ou soit via le lien ici que j'ai mis, ou via l'onglet qui se trouve sur notre site internet, dans la banderole verte inscription. Là, vous serez redirigé vers les deux formulaires vous permettant de vous inscrire, et c'est le formulaire général à remplir. Vous inscrivez les informations de votre société et dans les 24 heures, vous recevrez un accès. Ensuite, la deuxième étape, c'est de réaliser le rapport qualité de terre. Donc, une fois que vous l'avez, vous le déposez via la plateforme. Donc, ça, c'est la vue de la plateforme que vous aurez. Et vous cliquez sur l'onglet rapport qualité de terre. Bon, c'est écrit petit, mais c'est bien fait.
Vous pouvez le déposer, nous on le reçoit. Donc, quelques informations. Le rapport qualitaire est fait par un expert sol agréé en Wallonie. Si vous cliquez sur le lien, vous aurez directement accès à la liste de tous les bureaux d'experts agréés en Wallonie. Nous avons maximum 15 jours de délai pour traiter le rapport, mais généralement nous sommes un petit peu moins, environ 10 jours. Les droits de dossier, donc particularité, je disais, les droits de dossier doivent être payés avant la délivrance du CCQT. Donc la facture est délivrée après la réception de ce CCQT. Donc Walter vérifie la conformité du rapport déposé par l'expert ou par le maître d'ouvrage. S'il est conforme, le CCQT est délivré, mais s'il n'est pas conforme, là on demande des informations supplémentaires à l'expert ou au maître d'ouvrage et on revient à ce moment-là avec un jour environ de délai pour délivrer le certificat. Ensuite, là, une fois que c'est complet, Walter délivre le CCQT. Donc, vous recevrez normalement une alerte par mail comme disant que le CCQT est disponible pour tel chantier, mais vous pouvez le retrouver dans la plateforme via l'onglet « Mes requêtes » ici en bas. Voilà. Donc, une fois que vous avez cliqué sur la requête correspondante à votre chantier, vous cliquez sur « Générer le document » ici, qui génère le PDF, qui est le CCQT. Donc, le CCQT, le voici. Enfin, c'est un exemple, divisé en plusieurs parties. Donc, une référence Walter, référence du maître d'ouvrage, de l'expert sol, la localisation du terrain, donc l'adresse, les parcelles, les coordonnées, etc. Le résumé des lots qui ont été analysés sur le terrain et enfin des conditions d'utilisation particulières en fonction, par exemple, si les terres doivent être criblées ou si les terres doivent être à traiter. Donc voilà. Maintenant, une fois que le CCQT est disponible, on veut déplacer des terres. Donc avant le transport des terres, on demande à Walter le document de transport via la NMT. Et donc la notification de mouvement de terre, ça se fait via la plateforme, via les deux onglets ici, donc notification de mouvement de terre avec ou sans RQT, donc en fonction que s'il y a eu un rapport qualité de terre ou non. Donc comme j'expliquais, si vous venez de Flandre, soit vous allez vers une installation autorisée, un top en Wallonie, là ce sera sans rapport qualité de terre, ou bien vous avez déjà réalisé un rapport sous votre chantier en Flandre. Et là, vous faites une notification avec rapport qualité de terre. Donc, la notification de mouvement de terre est à remplir par la personne qui décide de la destination des terres. Donc, pas forcément en fonction des sous-traitants ou pas, c'est vraiment la personne qui sait où vont les terres qui la remplissent. Bien sûr, à demander avant le transport. Lorsque vous êtes en Wallonie, les camions doivent avoir le document de transport dedans en cas de contrôle. Tout comme les rapports qualité de terre et les droits de dossier doivent être payés à l'avance, en amont de la délivrance du certificat. Les délais de traitement de Walter sont différents au fond des destinations. Si vous êtes à destination d'une TOP ou d'une installation autorisée, on a un jour pour vous délivrer le document de transport. Et si c'est vers un risque récepteur, là, on a 3 jours. Et comme pour les rapports, si votre demande est conforme, donc vous avez tous les documents et que la destination correspond à la qualité des terres, on délivre le document de transport. Si pas, on demande des informations supplémentaires si ce n'est pas clair. Enfin, voilà, votre demande est complète, tout est OK. Walter délivre le document de transport. Vous pourrez également aller le rechercher, tout comme les rapports, via l'onglet « Mes requêtes », où vous pouvez rechercher par document de transport délivré. Là, vous êtes à nouveau dans la requête. Et vous cliquez sur « Générer le document » pour avoir le document de transport. Et à côté, sur « Bon de transport » pour avoir les bons de transport. Donc, le document de transport est vraiment le document qui va dire d'où viennent les terres et où est-ce qu'elles vont, et le bon transport et le document à remplir par le chauffeur à chaque trajet pour attester de la
de la réception par le destinataire. Donc, voilà un exemple de document de transport. Encore une fois, on a les références qualitaires, les données du maître d'ouvrage de l'entrepreneur, l'endroit du chantier, donc la localisation du chantier du vendetter, la localisation de la destination, donc l'installation autorisée ou le site récepteur, un résumé de l'eau ou de terre à transporter, et enfin aussi des conditions d'utilisation spécifiques en fonction de la qualité des terres. Et à côté, on a le bon transport donc à remplir à chaque trajet entre le chantier et la destination. Bon, un bon transport est fait pour 10 chantiers, pour 10 trajets. Si vous avez bien plus de 10 trajets, vous pouvez les réimprimer autant de fois que nécessaire. Voilà. Et les deux documents doivent être présents en double exemplaire dans chaque camion. Enfin, une fois que les transports pour le lot ou pour le chantier sont terminés, l'entrepreneur, donc celui qui a effectué le mouvement, et le destinataire doivent réceptionner les terres par la notification de réception, où là, on atteste de, voilà, des quantités réellement réceptionnées. Ça se fait via la plateforme encore, dont l'onglet encadré ici, mes notifications de réception, où vous voyez la liste de tous les chantiers en cours qui doivent être encore réceptionnés, donc fini. Voilà, donc c'est une fois que le transport est terminé, l'entrepreneur et récepteur ont maximum 8 jours à dater de la dernière réception pour faire cette réception et dire la quantité réellement reçue pour chaque lot. Bien sûr, je le répète, c'est important, mais à ne pas faire après chaque trajet. C'est vraiment quand le chantier est terminé, donc vous faites une réfaction de voirie, vous avez des terres à transporter. Une fois que le chantier est terminé, qu'il n'y a plus de transport de terre pour cette voirie, vous spécifiez, vous notifiez au site récepteur ou à l'installation autorisée que voilà, il n'y aura plus de terre à réceptionner pour ce chantier. Avec les bons pesés, vous savez combien vous allez transporter. Vous faites la réception sur base de ces bons-là. Enfin, ça c'est tout pour le côté plateforme. Donc, en Wallonie, comme en France, on a les types d'usages en fonction des destinations et de la qualité des terres. Donc, c'est à peu près les mêmes, naturels, agricoles, habitation, récréatifs, commercial et industrie, où la qualité des terres augmente en fonction du type 1 et diminue au type 5. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, des terres qui ont été analysées et qui sont de type 3, pour la Wallonie, parce que les types 3 au long et les types 3 en Flandre ne sont pas forcément les mêmes non plus. Et donc, si vous avez analysé vos terres et qu'elles sont du type 3 en Wallonie, alors elles peuvent être valorisées sur un site récepteur de type 3, 4 ou 5, et pas de 1 ou 2. Par contre, si malheureusement vos terres ont été analysées et qu'elles sont du type 5, ça, elles ne peuvent être valorisées en Wallonie que sur un site récepteur du même type. Voilà. On peut toujours aller vers le bas, mais jamais vers le haut. Donc, préciser le code Walter. Donc, le code Walter est un code à 2 chiffres, plus un suffixe en fonction des cas particuliers. Donc, le premier chiffre, le A, correspond à la procédure d'application. Donc, est-ce qu'il faut un rapport? Est-ce qu'il ne faut pas de rapport? Le B, le deuxième chiffre, c'est le type d'usage applicable, donc la qualité des terres. Et enfin, le suffixe à la fin, A, I ou R, correspond à des procédures particulières, donc est-ce qu'il y a de l'amiante, des plantes invasives ou des restrictions particulières. Voilà, par exemple, si votre lot, vous avez un code 13 par exemple, ça commence par un 1, ça veut dire qu'il y a forcément eu un rapport qualité de terre. Si vous êtes sur un 2, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de rapport qualité de terre. Ce sont des terres, par exemple, entre 10 et 400 mètres cubes, qui n'ont pas eu besoin de traçabilité. Le type 3, c'est dans des cas particuliers, mais qui généralement ne vous concerneront pas. Et enfin, le type 9, ça, ce sont pour des terres venant d'un projet d'assainissement, donc voilà, des terres à dépolluer. Pour le B, c'est pareil, c'est le type d'usage. Donc, si vous avez un
cas type 11, par exemple, ça veut dire que ce sont des terres de type 1 qui peuvent être valorisées partout en Wallonie, donc de la type 1 à 5 plus la voirie publique, puisque la voirie publique en Wallonie est considérée d'office comme un type 5, important. Et par exemple, si vous avez un code 15, donc 1 et 5, ça, c'est des terres qui ne peuvent être valorisées qu'en type 5 plus en voirie publique en Wallonie. Et enfin, si ce sont des terres du type 19, donc 1 et 9, ça veut dire qu'elles sont trop contaminées pour être valorisées en Wallonie, donc elles sont à traiter par un traitement avant valorisation. Et enfin, le suffixe à la fin, c'est si A, s'il y a eu une présence d'amiante, I, d'espèces invasives, donc de plantes invasives, et R, une restriction particulière de l'article 15, donc que les terres peuvent être valorisées différemment. Alors, j'en reviens au droit de dossier. Donc, par rapport à l'affluence, vu qu'on a une gestion un peu particulière qui nous est obligée par la réglementation. Donc, les paiements se font avant la délivrance des documents, donc avant la délivrance d'un CCQT ou d'un document de transport. Ça coûte le montant à payer est fonction du volume à analyser ou transporter. Là, via le lien qui vous mène vers un petit outil de calcul, donc un fichier Excel que Walter a fait pour calculer les droits de dossier. Donc, vous entrerez le montant à transporter, donc par exemple 300, 500 mètres cubes à transporter, et il vous donne le droit de dossier équivalent à payer, TVA compris, bien sûr. Enfin voilà, vous recevrez la facture après, donc vraiment le lendemain de la délivrance du certificat de contrôle ou document de transport. Et en cas de question, bien sûr, sur la facturation, notre site internet a un onglet spécial pour la facture où on détaille un peu ce que je viens de dire. Et en cas de question sur une facture, vous pouvez vous retourner vers ma collègue à l'adresse invoice@walter.be. Encore une fois, plus d'informations sur notre site internet qui contient vraiment tous les guides, toutes les vidéos, toutes les présentations qui vous aident dans les démarches, ainsi que des FAQ complètes et plusieurs guides voilà, sur les procédures à faire. Ici, on a le lien spécifique vers le guide d'encodage d'une notification mouvementaire, donc comment faire pour recevoir un document de transport et un petit fichier qui explique la codification Walter. Donc, les codes que je viens de citer, qu'est-ce qu'un code 15, qu'est-ce qu'un code 23, etc. etc. Voilà, encore une fois, bien sûr, pour toute question, notre adresse mail générale, info@walter, on est assez réactif dessus, donc on répond rapidement à toutes vos questions. Et voilà, merci pour votre attention. Voilà, donc, Andy, maintenant je te laisse la parole. Yeah. Merci, Maxence. Goeiedag iedereen. Ik ga onmiddellijk mijn presentatie trachten te delen. Maxence, zie je dat? Tu vois ça? Oui, je vois. Nou, voilà. Excuses. Mijn naam is Andy Hurkmans van Grondbank. Wij zijn een van de twee erkende bodembeheerorganisaties in Vlaanderen. Ik kom daar straks nog op terug. In Wallonië is er één organisatie, Walter. In Vlaanderen zijn er twee. Er zijn een aantal parallellen met mijn presentatie en die van Maxence, maar toch zijn er ook een aantal verschillen. We zitten al veel langer ook in de business, dus ik heb het wat anders aangepakt. Ik ga het natuurlijk eerst hebben over een paar principes van het reglementair kader in het Vlaams gewest voor bodemmaterialen te gebruiken. Ik ga het hebben over de verschillende actoren die betrokken zijn, de belangrijkste dan toch, die betrokken zijn in het grondverzet, aannemers, opdrachtgevers enzovoort. Kort over de gebruiksmogelijkheden van bodemmaterialen, uitgegraven bodem in het Vlaams gewest, waar toch ook een aantal verschillen zijn ten opzichte van Wallonië. Kort ook iets over het belang van een technisch verslag en wat dat daar juist
allemaal in staat. Wat zijn de belangrijkste ingrediënten van zo'n technisch verslag? En helemaal op het einde ga ik het hebben over, ga ik een aantal cases voorstellen, heel eenvoudig, waarbij ik zeg van kijk, een paar gevallen van ik wil grond vanuit Wallonië naar Vlaanderen brengen en er zijn zo een aantal verschillende scenario's. Wat moet ik dan als aannemer in de beide gewesten doen? Wat zijn mijn verplichtingen? Want u zal zien dat er een aantal overlappingen zijn. Wie is Grondbank? Heel kort, wij zijn, zoals Bart het daarnet al zei, opgericht in 1996. Wij liggen ook aan de basis van de grondverzetsregeling in Vlaanderen. De grondverzetsregeling zelf is wel pas van start gegaan in 2004, eerste versie. Waarom zijn wij opgericht? Wel, er waren destijds in de jaren 90 een aantal problemen rond de markt, vraag en aanbod van grond. Vanwege de opkomst van het bodemdecreet ontstond er een ongerustheid in de sector, een wantrouwen, waardoor dat het moeilijker werd om grondoverschotten kwijt te raken. En dus, onze taak is natuurlijk die grondstromen op te volgen en tegelijkertijd de milieurisico's te gaan beperken. De milieurisico's vooral voor de aannemers, die eigenlijk een verantwoordelijkheid, een objectieve verantwoordelijkheid dragen bij het gebruik van die grond, indien zij bepaalde verontreinigde grond zouden gaan gebruiken op een bestemming. We zijn natuurlijk ook een tussenpersoon in de schakel, in die traceerbaarheidsschakel. Wij zijn een onafhankelijke organisatie en u ziet hier de oplichtende leden, Confederatie Bouw, ORI, Vlawibo en Copro, die in onze raad van bestuur zitten. Wij zijn met een 22-tal medewerkers, niet allemaal fulltime voor alle duidelijkheid, met veel ervaring, enerzijds een ploeg die gespecialiseerd is in de opvolging van werken. Dat gaat van infrastructuurwerken, bouwprojecten en sinds 2019 ook bagger- en ruimingsspecie enzovoort. En we hebben ook een activiteit van certificatie. Anders dan in Wallonië, maar in Vlaanderen worden de tussentijdse opslagplaatsen, des installations autorisées in het Frans, die worden gecertificeerd en die worden wel degelijk opgevolgd. Daarvoor hebben wij een aparte ploeg. En uiteraard, vanuit die ervaring hebben wij ook altijd de ambitie gehad om een kenniscentrum te zijn. En wij hebben kennis opgebouwd. We staan ook in het midden van al die verschillende actoren. Hè. Als het nu gaat om reglementering, lastenboeken, technische aspecten. We hebben werkgroepen, heel veel technische vergaderingen enzovoort. Dus dat is kort geschetst waar wij bij Grondbank mee bezig zijn. We gaan het even hebben over de juridische basis, de grondverzetsregeling vanuit het Vlaarebo en het toepassingsgebied ervan. Het gebruik van bodemmaterialen, en ik zeg bewust bodemmaterialen en niet uitgegraven grond, dat zit verankerd in het bodemdecreet en de praktische uitwerking van het traceerbaarheidsprincipe, procedure, die zit beschreven in hoofdstuk 13 van het Vlaarebo. Wij spreken in Vlaanderen niet alleen over het gebruik van grond, uitgegraven bodem, maar u ziet ze daar staan. Ik heb ze vertaald als matériaux de sol, bodemmaterialen. Dat is uitgegraven bodem, bagger- en ruimingsspecie, grondbrei en mengsels van bentoniet en grond. Die vier typen van materialen worden geregeld via de grondverzetsregeling. Dus niet enkel uitgegraven bodem. Ik zeg het terzijde, ik ga vooral focussen op grond, maar weet dus dat ook voor ruimingsspecie men moet voldoen aan deze Vlaamse grondverzetsregeling, indien u die wilt gebruiken in Vlaanderen. Wat zijn nu de basisprincipes van onze grondverzetsregeling? Ten eerste een voorafgaandelijke analyse, de opmaak van het technisch verslag, om te bekijken waarvoor kan dit bodemmateriaal, deze uitgegraven bodem, waarvoor kan die allemaal gebruikt worden. En dat is gebaseerd op normen die in het Vlaarebo zijn opgenomen. Dat technisch verslag is verplicht in alle gevallen, behalve
de vier hier opgenoemde uitzonderingen. De eerste is voor dit webinar denk ik de belangrijkste, om het niet te complex te maken, maar men heeft geen technisch verslag nodig in Vlaanderen wanneer de totale uitgraving op de werf minder dan 250 kuub is en bovendien het om een niet verdacht terrein gaat. Niet verdacht, een beetje analoog aan Wallonië. Er is geen reden om aan te nemen dat er een bodemverontreiniging aanwezig is op die werf of op in die waterloop, want we spreken ook over baggerspecie. Dus in die gevallen is er geen technisch verslag nodig. De andere uitzonderingen zijn eerder specifieke gevallen van hergebruik op de werf enzovoort binnen het Vlaams gewest, maar we focussen vandaag op dat gewest grensoverschrijdend transport. Ook heel belangrijk, ik kom er straks nog even op terug, in die gevallen dat er geen technisch verslag verplicht is voor het gebruik van die bodemmaterialen, dan zijn er ook geen restricties. Je hebt Maxence horen zeggen daarnet dat voor de gevallen zonder rapport qualité de terre, dat men het gebruik enkel kan toestaan in functie van het bestemmingstype van het ontvangende terrein. Dat is voor deze type gronden, zonder analyses, niet het geval. Geen technisch verslag, alle gebruik mogelijk. Dat is een beetje het principe. Tweede principe van de grondverzetsregeling, heel herkenbaar, traceerbaarheid. Het is aan ons als erkende bodembeorganisatie om die grondstromen dan op te volgen en toelatingen te geven. Weet ook, heel belangrijk, en dat verschilt toch met het Waalse gewest, Vlaanderen stelt dat voor gronden afkomstig van andere gewesten, andere landen, dat dezelfde principes, namelijk deze, verplichtingen gelden. Dus ook voor een Waalse werf met een uitgraving van minder dan 250 kuub is er geen technisch verslag nodig. Dus identiek dezelfde regels. Ik zeg voorafgaandelijk analyse, maar er is altijd de mogelijkheid om die grond ook eerst te stapelen op een tussentijdse opslagplaats of een grondreinigingscentrum. Dat is altijd mogelijk, voor alle duidelijkheid. En er is ook nog een uitzondering op de uitzondering, dat is samengestelde hopen op tussentijdse opslagplaats, die meer dan 250 kuub worden, groot worden, daar is er ook altijd een technisch verslag voor nodig, maar dat is een kleine uitzondering. Dus schematisch voor Vlaanderen, binnen het Vlaams gewest, zijn wij eigenlijk verantwoordelijk voor de opvolging van al deze stromen. Je hebt een terrein van herkomst, je hebt een bestemming, en de bestemming kan zijn een werf waar ze de grond gaan hergebruiken, of een productieeenheid. Dat zal u straks ook zien, de aanmaak van bakstenen, dus in de keramische industrie, of de aanmaak van zandcementmengsels, worden ook beschouwd als bestemmingen van de uitgegraven bodemmaterialen. Laten we stellen dat de grootste hoeveelheid van de uitgegraven bodem en bodemmaterialen rechtstreeks van de herkomstwerf naar de werf van bestemming gaan, het grootste deel. En uiteraard is er een deel die een tussenstop maakt op een tussentijdse opslagplaats, centrum voor grondreiniging, een centrum voor slipverwerking, hè, omdat we ook met baggerspecie bezig zijn. Maar dus uiteindelijk is het doel dat ze terechtkomen op die eindbestemming. Er is nog één zijtakje hier die we een beetje apart behandelen. Het is gekend dat groeven en graverijen, waar dat men aan ontginning doet, klei-ontginning voor de baksteenindustrie, zand-ontginning voor de betonindustrie, dat zijn eigenlijk gaten in de grond die men graaft, die zitten heel dikwijls met een opvulverplichting. En ook dus, die moeten achteraf dus terug worden opgevuld. En er zijn eigenlijk een grote hoeveelheid uitgegraven bodem en baggerruimingsspecie die terechtkomt in die carrières, in die, excuseer, die groeves. Een heel kleine restfractie van de bodem moet uiteindelijk gestort worden. En er is ook nog toch nog wel een belangrijke uitzondering waarbij dat baggerruimingsspecie kan worden gestort. Maar dus, in essentie, is alles gericht op het hergebruiken van die bodemmaterialen. Een eerste geval, waar ik opdeel van wat moeten de verschillende actoren doen. Dat is het geval van de werven waar dat er een verplichting is voor opmaak van een technisch verslag. Dus, simpel gesteld, werven met een totale uitgraving van meer dan 250 kuub. De opdrachtgever die doet beroep op een erkende bodemsaneringdeskundige en die laat een technisch verslag opmaken. Hij laat dat ook comfort verklaren door een
erkende bodembeheerorganisatie. Ten tweede, hij moet de gegevens, namelijk dat technisch verslag, die comfortverklaring, integreren in zijn lastenboek. En ook de nodige posten voorzien in zijn bestek, in de meetpost, om, zodanig dat de aannemer alle gegevens krijgt om correct in te schrijven op, zijn, op dat bestek, op dat lastenboek. De grondwerker, die heeft een aantal min of meer administratieve verplichtingen. En net zoals Voltaire heeft, Maxence daarnet heeft verteld, al die stappen gaan via een platform. Ik ga het vandaag niet hebben over ons platform, het zou ons te ver leiden. Maar u ziet ze hier staan. Hij begint met te werken. Hij moet de starter werken melden aan de bodembeheerorganisatie. Hij zal een toelating aanvragen, we noemen dat een grondverzettoelating, voor alle verplaatsing van gronden die binnen het Vlaamse gewest worden hergebruikt. Ten tweede is er ook een verplichting om de andere stromen te melden aan de erkende bodembeheerorganisatie. Ik geef een paar voorbeelden. Afvoer van die gronden van die werf naar een tussentijdse opslagplaats, om de grond af te zetten. Afvoer naar andere gewesten, of andere landen, dus ook het Waalse gewest. Is er een meldingsplicht. En ook in geval van baggerruimingsspecie een melding voor afvoer naar een stortplaats, waar we het vandaag niet te veel gaan over hebben. En uiteindelijk, na afloop van de werken, moet hij de finale volumes via een eindverklaring aan ons melden. Dus een voorafgaandelijke melding, een voorafgaandelijke toelating aanvragen en achteraf een terugkoppeling van het definitieve volume. Wat doen wij als erkende bodemorganisatie? Ja, wij moeten de toelatingen, de grondverzettoelatingen afleveren en op het eind van de rit ook de bodembeheerrapporten, want eens het finale volume is gekend, leveren wij het bodembeheerrapport af. Dat is het rapport de gestion de sol. Uiteraard registreert ons systeem alle andere meldingen. Afvoer ook naar Wallonië wordt geregistreerd. En het is onze taak om dat om via al die meldingen en aanvragen de totale volumebalans op te volgen. Dat is onze taak. Dus alle grond die verplaatst wordt, moet door ons worden opgevolgd. Ook hetgeen binnen de werf wordt hergebruikt. Dat is ook een verschil met Wallonië. Wij staan ook in voor de traceerbaarheid en de attestering van de grond die op de werf zelf wordt gebruikt. Allemaal verplicht, maar in heel de grondverzetsregeling maakt men een kleine uitzondering voor transporten van voertuigcombinaties van minder dan 3,5 ton. Dat is heel weinig. Lees het als volgt. De tuinder met een kleine 4x4 met een kleine remorque achteraan, met 1 kuub grond. Ik ben dan zelf niet zeker of dat die onder de 3,5 ton zal geraken, maar die vallen niet onder deze grondverzetsregeling. Maar voor de rest heeft iedereen een aantal verplichtingen. Dit is dezelfde procedure voor werven met technisch verslag, schematisch weergegeven. Ik ga het niet opnieuw uitleggen, maar u ziet hier dat zowel het gebruik binnen de werf, gebruik op een andere werf binnen het Vlaams gewest, dat daarvoor een toelating nodig is in beide gevallen. En weet dat voor de andere transporten, transport naar een tussentijdse opslagplaats of naar andere gewesten, zoals hier, hè, een eventueel transport naar het Waals gewest, moet eenvoudigweg gemeld worden. Dus melding of aanvraag toelating. Dat is eigenlijk het verschil. Alle gebruik moet worden een toelating verkregen en de rest volstaat een eenvoudige melding. En dus met alweer het doel om de volledige massabalans te kunnen opvolgen. Dan heb je natuurlijk ook de werven, en die zijn er ook veel, waarvoor er geen technisch verslag moet worden opgemaakt. Simpel vertaald, klassiek zijn dat de uitgravingen, waarbij de totale uitgraving minder dan 250 kuub is, en dat het gaat over een terrein dat niet verdacht is voor bodemverontreiniging. Dus een uitgraving van 200 kuub op een voormalig tankstation, dat valt niet hieronder, want dat is een werf waar dat er wel degelijk een technisch verslag moet opgemaakt. Maar dit gaat voor de onverdachte kleinere werven, waarbij de opdrachtgever één verplichting heeft. Hij moet op papier verklaren, en dat overhandigen aan zijn aannemer, dat het wel degelijk gaat om een totale uitgraving van minder dan 250 kuub en dat zijn terrein onverdacht is voor bodemverontreiniging.
Dat is een zaak tussen opdrachtgever en grondwerker. Maar het is wel een belangrijke. En vervolgens, het enige wat die aannemer moet doen, is die verschillende transporten gaan melden aan de bodembeheerorganisatie. Het is een melding per traject. Niet per vrachtwagen, maar wel degelijk per traject, net zoals in Wallonië. Identiek hetzelfde systeem. En zoals daarnet al gezegd, in het geval dat het een werf is zonder verplicht technisch verslag, dan zijn er geen restricties wat betreft de verontreiniging. Het is dus in Vlaanderen niet zo dat men een grond van een onverdacht terrein in residentieel gebied niet naar een landbouwgebied mag brengen. Het mag wel degelijk. Er is geen uitzondering op basis van het bestemmingstype van het ontvangende terrein. En alweer diezelfde uitzondering natuurlijk van die 3,5 ton. Die ga ik niet altijd herhalen, want die komt overal, die komt regelmatig terug. Er zijn ook een aantal specifieke procedures, ik ga daar niet over uitwijzen, maar speciaal voor grondbrei. Grondbrei is de grond die vrijkomt bij het wassen van aardappelen bijvoorbeeld. Hè. Dus de teelaarde die wordt verzameld op van die, in bedrijven, zoals de Tiense suikerraffinaderij. Daarvoor zijn er specifieke procedures. En ook in afspraak met de nutsmaatschappijen, Belgacom, dat is nu Proximus, Fluvius enzovoort, is er een specifieke regeling om de meldingsplicht meer algemeen uit te voeren. Ik ga daar vandaag niks over zeggen. En aangezien dat we ook met bagger- en ruimingsspecies bezig zijn, zijn er ook speciale procedures voor oeverdeponie en noodruiming. En mijn excuses, maar ik vond niet de gepaste vertaling voor die termen. Maar we hebben het daar vandaag toch niet over. Dan de verschillende actoren, of de belangrijkste actoren in zo'n traceerbaarheidsketen. Ik heb ze zeker niet allemaal opgenoemd, maar toch even kijken naar de belangrijkste. Wat moeten die nu juist doen? Het is een beetje een herhaling. Ik heb er drie. De opdrachtgever heeft eigenlijk twee typen van werven. Dat is er een technisch verslag verplicht of niet? In de linkerkant ziet u wanneer het technisch verslag effectief verplicht is. Rechterkant een vrijstelling voor de opmaak van een technisch verslag. De kleine werven, de grote werven meer dan 250 kuub, simpel gesteld. Die doet dus in dit geval beroep op een erkende bodemsaneringskundige, laat een technisch verslag opstellen, een conformverklaring en dat toevoegen aan het lastenboek. Ik heb het daarnet eigenlijk al gezegd. Een laatste puntje is eigenlijk geen verplichting, maar is iets wat ik aan de opdrachtgevers altijd aanraad. Zorg dat u achteraf een kopie vraagt van de verschillende bodembeheerrapporten die de aannemer heeft aangevraagd. Hij is verplicht om u die te geven. In de andere gevallen, dus de werven minder dan 250 kuub onverdacht, geef een verklaring aan uw grondwerker, aan uw aannemer, dat het hier wel degelijk om de kleine werf gaat, minder dan 250 kuub, en dat het een onverdacht terrein is. Geen aanwijzing voor bodemverontreiniging. Dat is zeer belangrijk voor die aannemer en ook voor zijn verantwoordelijkheid. En dat is eigenlijk ook uw taak om hem dat te overhandigen. De grondwerker, de aannemer, hetzelfde principe. In het geval dat er een technisch verslag, dat het gaat om een werf waar dat het technisch verslag moet worden opgemaakt. Dezelfde, het is een herhaling van daarnet, de verschillende administratieve verplichtingen. De melding start ter werken, aanvraag voorafgaandelijk van een toelating voor een bepaalde partij te gaan hergebruiken binnen de werf of op een andere eindbestemming in het Vlaams gewest. Een melding van de andere stromen, bijvoorbeeld afvoer naar Wallonië. Op het eind van de werken het terugkoppelen van de definitieve volumes, zodanig dat de bodembeheerrapporten kunnen worden opgemaakt, zodanig dat wij als bodembeheerorganisatie de totaliteit van het volume kunnen opvolgen. En u bent als grondwerker verplicht om uw opdrachtgever en de ontvanger van de grond een kopie te geven van het bodembeheerrapport. Het bodembeheerrapport is dus het finale document voor een verplaatsing van A naar B, waar de grond wordt gebruikt. De werven, waarvoor er geen technisch verslag verplicht is, zoals daarnet gezegd, een eenvoudige meldingsplicht. Heel eenvoudig, met achteraf wel een terugkoppeling van het definitief geleverde volume, maar verder geen enkel bodembeheerrapport, geen finale documenten. Het is een heel eenvoudige melding via een applicatie in ons digitaal portaal. En meer hoeft u niet te doen.
Voor de transporteur, om af te ronden, belangrijk, en dat is de belangrijkste boodschap, eigenlijk moet elk transport worden, met of zonder technisch verslag, moet altijd worden vergezeld van een vrachtdocument. Dat is zeer belangrijk. Dat is trouwens in Wallonië niet anders. Het is heel belangrijk dat daar en op dat vrachtdocument altijd een verwijzing is naar de toelating die u heeft aangevraagd of de melding die u heeft uitgevoerd. En uiteindelijk is dat een simpele, eenvoudige referentie die u bij een melding en bij een aanvraag steeds krijgt. En u moet die vermelden op het transportdocument. U kan transportdocumenten van ons digitaal portaal downloaden, maar u mag, indien u dat niet doet en uw eigen vrachtbonnen gebruikt, dan is het wel belangrijk dat die referenties mee worden genomen op de transportdocumenten. Ik ga daar niet meer over zeggen. De essentie gaat over dat aanwezigheid van het transportdocument in de vrachtwagen. Wat kan men met die bodemmaterialen doen in het Vlaamse gewest? Er zijn eigenlijk drie soorten, types van gebruik. Ten eerste, dat is de belangrijkste, het gebruik van uitgegraven bodem of bodemmaterialen als bodem. Dat klinkt een beetje eigenaardig, maar wat bedoel ik daarmee? Men gaat die bodemmaterialen teruggebruiken voor ophogingen, het nivelleren van terreinen. Dus die grond krijgt terug een functie van onze bodem waar wij op leven, groenten opkweken, gras opzaaien enzovoort. Dus gewoon deel van de aardkorst. Daarvoor zijn er een aantal normen. En grosso modo, voor het gebruik als bodem, heb je twee soorten klassen. Dat is de grond die voldoet aan vrij gebruik. De kenners kennen dat als een code 211. Ik ga daar straks nog een paar voorbeeldjes over geven. Dat is grond waarmee men alle soorten van gebruik kan doen. Dus die kunnen overal gebruikt worden zonder enige restrictie. Code 211. Als de grond lichte of zware verontreiniging bevat, er zijn gradaties in, dan zullen er een aantal restricties worden opgelegd. En dat systeem lijkt een heel klein beetje op het systeem in Wallonië, maar het is iets complexer, moet ik toegeven. Grond die niet voldoet aan vrij gebruik, die kan men maar gebruiken als bodem, dus we spreken niet echt over bodem, als het ontvangende terrein minstens even verontreinigd is. Dat is heel eenvoudig uitgedrukt, maar er moet een studie gebeuren die zegt van oké, ik heb licht vervuilde grond, maar het ontvangende terrein is minstens even verontreinigd. Dus door die grond erbij te voegen, ga ik de situatie niet verergeren. Dat heeft alles te maken met het Europese stand-still-principe. En men mag de situatie niet erger maken dan ze vandaag is. Dat is voor gebruik als bodem. En dan heb je de tweede, wij noemen die altijd een beetje samen, maar dat is wat wij noemen de bouwkundig bodemgebruik, matériaux de construction, of in Wallonië weet ik dat al bekend staat dan le bouwstof. Dat gaat over het gebruik van die grond in onderfunderingen, talus in de wegenis, aanleg van dijken enzovoort, of vormvaste producten, produit de construction, zoals bakstenen, dakpannen, stabiliseren enzovoort, waar dat de grond natuurlijk nadien hard is. Niet meer kan verward worden met gewone grond. Dat is eigenlijk het principe. Eén voorbeeldje van een talu, dat is een weg in ophoging, waarbij men hier de massa van een talu, hetzelfde geldt voor dijken, dat men die hiervoor grond mag gebruiken die voldoet aan bouwstof, bouwkundig bodemgebruik. Waarom zeg ik dat? De normen voor bouwkundig bodemgebruik zijn soepeler dan die voor gebruik als bodem. En dit is natuurlijk een heel populaire bestemming voor grondoverschotten die licht verontreinigd zijn. Ik benadruk, het is licht verontreinigd. Het zal zeker nooit zwaar verontreinigde grond zijn. Weet dat in dit geval de zijkanten van zo'n talu wel degelijk moeten afgedekt worden met meestal is dat een teelaardelaag, een afdeklaag, of een duurzame verharding bovenaan, de weg natuurlijk. Maar er is altijd een afdek nodig, zodanig dat de licht verontreinigde massa steeds volledig ingekapseld zit en dus afgeschermd wordt voor enige blootstelling. En de afdek gebeurt altijd met een kwaliteit bodem.
Het gebruik of de gebruiksmogelijkheden worden in Vlaanderen aangeduid. Je hebt daar juist gehoord van de code Walter, maar wij hebben ook al de driedelige code. Driedelig, drie cijfers, X, Y, Z. En elke cijfer staat voor een bepaald gebruik. Ik ga daar niet in detail in gaan, maar het eerste geval is het klassiek gebruik op een andere bestemming als bodem. Het tweede cijfer geeft een mogelijkheid van hergebruik van die grond binnen dezelfde werf. Daar zijn ook een aantal regels voor. Het technisch verslag beschrijft ook de gebruiksmogelijkheden van de grond binnen dezelfde werf. Hè. Want zoals gezegd, in Vlaanderen volgen wij wel degelijk ook het gebruik binnen de werf op. In Wallonië is dat voorlopig niet het geval. En het laatste getal zegt iets over de mogelijkheid om het te gebruiken als een bouwkundig bodemgebruik, een bouwstof of een vormvast product. En dat is vertaald in een legende met de driedelige code. Ze staan er in het Nederlands. Het is nogal moeilijk om die terminologie volledig te gaan vertalen. Maar ik geef u daar één voorbeeldje. Ik sprak daarnet van de code 211, hè, vrij gebruik. 211, hè, 211, X, Y, Z. Dat betekent vrij gebruik buiten de kadastrale werkzone, buiten de werf. Vrij gebruik binnen de werf. En perfect vrij gebruik voor bouwstof. Dus het is een grondcode. 211 is de grond die voor alles kan worden toegepast. Een laatste voorbeeld, de code 999. Dat is een belangrijke, want dan weet u dat dat geld gaat kosten. Dat is dat geen één van de drie gebruiken nog mogelijk is. Geen gebruik mogelijk, geen gebruik mogelijk, geen gebruik mogelijk. Die grond moet naar een grondreinigingscentrum. En die moet gereinigd worden. Zo simpel is het. Voilà. Ik ga hier niet dieper op in, maar ik geef gewoon aan dat het maximaal gehalte aan stenen, bodemvreemde materialen, afval enzovoort, dat dat afhangt opnieuw van het type gebruik. U ziet hier, afhankelijk van dat u de grond wilt gebruiken op een andere bestemming als bodem, binnen de kadastrale werkzone of als bouwstof, zijn er andere maximale gehaltes. En zal u misschien moeten de grond eerst afzeven, alvorens hem te kunnen gebruiken. En dan moet je langs de tussentijdse opslag passeren. Een paar korte woordjes over het technisch verslag. Waarvoor dient een technisch verslag? Dus uiteraard zeer gelijkaardig met het Waals gewest. Wat zijn, de eerste ding is, zegt dat technisch verslag, wat zijn de gebruiksmogelijkheden van die bodemmaterialen om te gebruiken in het Vlaamse gewest? Een klein momentje. En dat is vertaald, zoals ik net heb uitgelegd, in de driedelige code. Ten tweede, moet ik bepaalde voorwaarden in acht nemen? Moet ik bepaalde maatregelen treffen aanvullend aan die driedelige code? En we noemen dat gebruiksvoorwaarden. Uitvoeringsbepalingen staat het vermeld op onze comfortverklaring. Ik kom er straks een paar korte voorbeelden daarbij. Maar de essentie van een technisch verslag is de opmetingstabel, de massabalans. Hoeveel kuub van welke kwaliteit grond gaat er hier vrijkomen? Een zoneringsplan, waar, visuele manier, waar ligt welke partij? Waar kan ik die vinden op de werf? Hoe diep zit die? Enzovoort. En drie, die fameuze uitvoeringsbepalingen. Dus bepaalde bijkomende maatregelen waar ik toch zeker moet op letten. En die staan altijd heel belangrijk. Die staan vermeld op de conformverklaring. Dus ik kan wel stellen dat de conformverklaring minstens even belangrijk is als het technisch verslag. Dus beide moet je echt in je bezit hebben. En voor ons is zo'n technisch verslag een basis om de volumebalans op te volgen. Een paar voorbeelden van gebruiksvoorwaarden, uitvoeringsbepalingen. Er zal bijvoorbeeld vermeld zijn dat een bepaalde partij te veel stenen bevat of te veel bodemvereende materialen. Dat is het signaal dat er waarschijnlijk zal moeten afgezeefd worden. Twee, het kan zijn dat er nog bijkomende analyses moeten gebeuren. Er is een technisch verslag, maar het kan zijn dat in een bepaalde zone men geen stalen kon nemen en dus toch nog in de uitvoeringsfase, na de afbraak van een woning, dat men die bijkomende staalnames had nog moeten doen.
In sommige gevallen, zeker bij complexe verontreinigingen of complexe werven met veel kwaliteit, kan het zijn dat de opvolging, de begeleiding door een erkende bodemsaneringsdeskundige verplicht is. Dus weet dan, ja, ik mag hier niet beginnen graven alvorens er deftige afspraken zijn voor de aanwezigheid van zo'n erkende bodemsaneringsdeskundige. Het is eigenlijk je opdrachtgever dat daar moet voor zorgen, maar het is wel belangrijk dat u beseft dat die werken zullen begeleid worden. En dan een laatste, een laatste voorbeeld is, soms is het zo dat komt boven in het technisch verslag dat er op het terrein al een verontreiniging aanwezig is van het grondwater. En dat kan natuurlijk een impact hebben op uw bemaling, de grondwaterbemaling. Dus het lozen van dat grondwater kan misschien voor problemen zorgen. En er zijn gevallen waar dat er dus ook maatregelen zullen moeten worden genomen. Bijvoorbeeld het plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie. Dat komt af en toe voor natuurlijk. Voilà. Een voorbeeld van een massabalans, een volumebalans. Ik ga daar niet verder op in, maar dat is typisch zo'n tabel die in een technisch verslag zit. Die zegt, kijk, in deze werf hebben we 2800 kuub zandige grond met een code 211. Grond kan voor alles gebruikt worden. En je hebt ook 1200 kuub zand opgemengd met wat puin. Blijkbaar ook meer dan 5% in dit geval. Dus er zal moeten in bepaalde gevallen afgezeefd worden. Met een code 411. Dit is een fameuze code die bijvoorbeeld bouwstof toelaat. Maar voor gebruik als bodem buiten de werf zal er een studie moeten gebeuren die aantoont dat het ontvangende terrein minstens even vervuild is. Dat in contrast met de Waalse wetgeving waar dat het begrip studieontvangende grond niet bestaat. En een zoneringsplan, plan de tri, geeft gewoon aan, kijk, hier dat gearceerde deel heb je van een bepaalde diepte van 0 tot 0,80, een code 411. Ik ga daar niet verder op in, het is gewoon een visuele weergave van waar vind ik welke kwaliteit van bodem. Om, met als doel natuurlijk, selectief te kunnen uitgraven. En dan een voorbeeldje van een comfortverklaring, zoals wij die afleveren bij Grondbank. Ik ga daar niet op in, maar het is eigenlijk om uw aandacht te trekken. Lees alsjeblieft de uitvoeringsbepalingen. Want is er begeleiding nodig door een erkende bodemsaneringsdeskundige? Hoe zit het met het steengehalte? Hoe zit het met bepaalde andere bijkomende analyses, verplichtingen enzovoort? Dat staat hier op de comfortverklaring samengevat. Dat is zeker niet in alle gevallen zo. De meeste comfortverklaringen zijn heel beperkt, maar er zijn complexe werven waar dat er hier toch wel een en ander aan informatie staat die je absoluut moet gelezen hebben. Een vraag die soms gesteld wordt, hoe lang is een technisch verslag geldig? Wel, in essentie vertrekt men van het feit, analyses zijn altijd minstens 2 jaar geldig. Maar men heeft dat naar een technisch verslag doorgetrokken naar een geldigheid van 2 jaar na dat het rapport opgesteld werd en gehandtekend. Dus de datum van de handtekening van het technisch verslag bepaalt de houdbaarheid van het technisch verslag en dus automatisch ook de conformverklaring. De conformverklaring zal altijd 2 jaar optellen bij de datum van de handtekening door de erkende bodemsaneringsdeskundige. Is er soms een update nodig, een actualisatie? Ja. Na 2 jaar, tenminste als de werken nog niet gestart zijn, stel dat de werken voor het verlopen van de comfortverklaring toch al aanvatten, dan is een actualisatie niet altijd nodig. Maar er kunnen nog andere redenen zijn, dat is in 2019 gebeurd, dat plots het FLARIBO wijzigt en dus de normen wijzigen bijvoorbeeld, dan zal er telkens een actualisatie moet gebeuren van oudere technische verslagen, alvorens ze mogen gebruikt worden voor de uitvoering van de werken. Dus verandering van wetgeving. Maar het kan ook zijn dat de ontwerper een belangrijke wijziging doorvoert aan zijn ontwerp en dat de volumes wijzigen. Uiteraard is er dan ook altijd een update nodig, want om een werf kunnen op te volgen, moeten wij steeds kunnen uitgaan van de juist ingeschatte volumes. Dat is geen evidentie, dat weet u als aannemer, dat het inschatten van volume, dat wel al eens durft voor problemen zorgen. Oké, dat was eigenlijk mijn deel over de Vlaamse grondverzetsregeling. En nu ga ik een aantal slides tonen om af te ronden, die zo'n beetje een overzicht geven. En ik heb dat met een aantal cases gedaan van wat als ik nu van Wallonië naar Vlaanderen rijd met grond of van Vlaanderen
naar Wallonië. Zit ik daar dan met een dubbele procedure? Waar moet ik op letten? Bij de beide organisaties. Walter in Wallonië, grondbank of grondwijzer in Vlaanderen. Algemene principes die altijd gelden, dat is een heel belangrijke, is voor het gebruik van de grond, dus daar waar in het gewest waar de grond zal gebruikt worden, toegepast, daar zijn in minstens daar zijn die normen en gebruiksvoorwaarden van toepassing. Daar moet men voldoen aan de bemonsteringsstrategie van dat gewest. Daar is het belangrijk dat de parameters die verplicht zijn in dat gewest worden geanalyseerd en ook de juiste analysemethodes. Er zijn wat verschillen, daar kom ik straks op terug. En daar moet ik de nodige transportdocumenten voor aanvragen, voorafgaandelijk. Dat is een minimum. Dus de wetgeving van de ontvangende gewest is altijd van toepassing. Dat is natuurlijk evident. Maar in sommige gevallen, omdat we natuurlijk in twee gewesten zitten met twee traceerbaarheidsprocedures, gaat u in het gewest van herkomst ook nog een aantal verplichtingen hebben. En in vier cases ga ik dat eventjes met u overlopen. Belangrijk, dat kan bij transport een belang spelen. Weet dat het transport van grond over een gewestgrens heen altijd juridisch wordt beschouwd als een transport van afvalstoffen. Dus in principe heeft dat transport een identificatieformulier voor afvalstoffen nodig. Weet dat Walter, die heeft een officiële toelating dat hun transportdocumenten kunnen gebruikt worden als identificatiebon of die geldig zijn als identificatiebon. En in principe geldt dat voor Vlaanderen ook. Het is nooit 100% zo uitgesproken. Maar er zijn weinig problemen. Het is wel belangrijk dat elk transport echt wel degelijk vergezeld is van het correct ingevulde vrachtbon. En onze vrachtbon bij Grondbank en Walter, die bevatten de juiste gegevens die je eigenlijk moet hebben. Maar het is een beetje een gevoelig punt, omdat het juridisch om een afvalstoffentransport gaat. Ook een heel belangrijk algemeen principe is goed beseffen dat in Wallonië gaat het over uitgegraven bodem en grondbrei, terre de production végétale. Daarvoor moet je voldoen aan de Waalse regelgeving. En bij ons, in Vlaanderen, komen daar nog bagger- en ruimingsspecie bij en bentoniet grondmengsels. Dus opgelet. Baggerspecie die komt van Wallonië en die gaat naar Vlaanderen. Daar bestaat geen rapport qualité de terre, want in Wallonië zit dat niet in de grondverzetsrekening. In Vlaanderen wel. Dus het zou kunnen zijn dat u, indien u graag bagger- en ruimingsspecie uit Wallonië naar Vlaanderen brengt, dat u zal moeten een technisch verslag. Want dus in Vlaanderen wordt dat wel beschouwd als een onderdeel van de grondverzetsrekening. Eerste geval. Ik wil een transport doen van Vlaanderen naar een eindbestemming in Wallonië. Een eindbestemming, daarmee bedoel ik, de grond gaat daar op dat terrein worden gebruikt. Wat zijn nu mijn verplichtingen ten aanzien van de Vlaamse bodembeheerorganisatie, Grondbank of Grondwijzer? Als er een technisch verslag beschikbaar is, dat is het eerste geval, enkel als het al bestaat, er is een technisch verslag en een comfortverklaring, dan moet u dat transport van Vlaanderen naar Wallonië melden, eenvoudig melden. Ik heb dat ook laten zien in het algemene schema met een technisch verslag. Dat heeft te maken met het opvolgen van onze volumebalans. Dat is geen toelating, dat is een melding. Als het technisch verslag en de comfortverklaring niet bestaan, dan zal de bodembeheerorganisatie die werf ook niet kennen. En dan is er geen verplichting. Want die melding heeft enkel de bedoeling dat wij het totale volume op de werf in Vlaanderen kunnen opvolgen. Niet meer, niet minder. Als u dus, ik heb daarmee ook direct gezegd, en dat is anders dan in Wallonië, dat als men op voorhand weet dat de volledige, alle grond van de werf rechtstreeks naar Wallonië zal gaan, dan is er in theorie geen technisch verslag nodig. Wordt niet geëist.
Dat gebeurt natuurlijk niet zo dikwijls, maar het is voor de volledigheid. Voor datzelfde transport heb je ook verplichtingen ten aanzien van Waltair. Voor een uitgraving, dus de werf met een uitgraving van minder dan 10 kuub, niet verdacht, is er voor Wallonië geen enkele verplichting. Maar alle uitgravingen in het Vlaams gewest boven de 10 kuub of verdachte terreinen, dus bijna alle werven, daarvoor zal u eerst een rapport qualité de terre en een certificaat controle qualité de terre moeten laten opmaken en aanvragen bij Waltair voor de comfortverklaring. En daarna moet u dat transport ook nog eens melden, voorafgaandelijk. Dus dat is natuurlijk een belangrijk iets, want op die werf in Vlaanderen zal er zeer waarschijnlijk geen rapport qualité de terre bestaan. Het is ook belangrijk om te stellen, ik kom daar straks nog eens op terug, de opdrachtgever in het gewest van herkomst heeft natuurlijk niet de verplichting om een technisch verslag te maken voor het andere gewest. Dus een Vlaamse opdrachtgever voor zijn werf in Vlaanderen is nooit verplicht, kan niet verplicht worden om een rapport qualité de terre op te maken voor transport naar... Dat is een beetje het probleem voor de ligt dan bij de aannemer. Dus hier in dit geval zal het waarschijnlijk de aannemer zijn die dat RQT gaat laten moeten opstaan. Ik heb altijd hetzelfde herhaald opgelet. We zitten eigenlijk met een transport van afvalstoffen. Tweede geval, gelijkaardig. Transport van Vlaanderen naar een Unestation autorisé, ik heb hier agré geschreven, wat is autorisé, besef ik. Een tussentijdse opslagplaats in Wallonië. Dus verschil. Wat betreft het Vlaamse gewest, de verplichtingen naar de erkende bodemorganisatie naar Wallonië, is het identiek als het eerste geval. Als er al een technisch verslag is, kan u dat, dan moet u dat transport melden, eenvoudig melden. Als er geen technisch verslag is, dan hoeft u verder niks te doen ten opzichte van grondbank of grondwijzer. Ten opzichte van Waltair, een beetje gelijkaardig als daarnet, kleine werf minder dan 10 kuub, niet verdacht, geen verplichting. Voor uitgravingen van meer dan 10 kuub, dan zal er een melding dienen te gebeuren. Hier ziet u geen opmaak van een RQT, geen comfortverklaring bij Waltair, maar wel een eenvoudige melding. Dus dat is wel een eenvoudiger geval. En nu twee gevallen. Het eerste geval van in de omgekeerde richting, Wallonië naar Vlaanderen. Het eerste geval, een terrain récepteur en Vlaanderen, dus een eindbestemming in Vlaanderen. Wat zijn de verplichtingen ten aanzien van Waltair? Voor uitgravingen van minder dan 10 kuub in Wallonië, niet verdacht, geen enkele verdere verplichting voor de opmaak van een technisch verslag, een rapport qualitatair. En voor een uitgraving van meer dan 10 kuub of verdacht, moet er ook een rapport qualité de terre en een CCQT worden opgemaakt. Ondanks het feit dat de grond naar Wallonië gaat. Ik ben hier iets vergeten en dat is bij de vertaling gegaan. Er moet ook nog, ik ga dat zeker verbeteren, een notificatie gebeuren bij Waltair. Meestal in deze gevallen, voor alle duidelijkheid, bestaat er natuurlijk al een RQT in Wallonië. Het is alleen de wetgeving, de Waalse wetgeving preciseert, ook al gaat dat naar een eindbestemming in Vlaanderen, moet er een dergelijk rapport worden opgemaakt. Ten aanzien van de Vlaamse bodembeheerorganisatie, daar gelden eigenlijk dezelfde regels als was het in Vlaanderen. Dus dat heb ik daarnet gezegd, voor uitgravingen van meer dan 250 kuub of verdacht, wettelijk verplicht een technisch verslag, wel, een technisch verslag en een conformverklaring moeten worden aangevraagd en vervolgens moet men een
melding doen. Het is eigenlijk een aanvraag van een grondverzettoelating om van Wallonië naar Vlaanderen te rijden, om die daar te gaan gebruiken. Voor kleine uitgravingen, onverdacht, minder dan 250 kuub, niet verdacht, daar is er geen verdere verplichting, omdat het gaat voor in de visie van Vlaanderen om een onverdachte werf zonder groot risico voor verontreiniging. En daarvoor moet men bij de bodemorganisaties niks aanvragen melden. En dan een laatste geval. In dit geval, dat laatste geval, gaat het om een tussentijdse opslagplaats in Vlaanderen. Daar, ten aanzien van Voltaire, is het, als het een verdacht terrein is, dan moet er toch een RQT opgemaakt worden en een comfortverklaring bij Voltaire worden aangevraagd van die Waalse werf. En moet dat transport gemeld worden bij Voltaire? Natuurlijk, ik herhaal het, dat is natuurlijk de rol of de verplichting van de opdrachtgever en die hoort dat natuurlijk te doen. Hè. Op voorhand weet men natuurlijk niet of die grond al naar Vlaanderen wordt afgevoerd. Dus bij verdachte terreinen blijft dat bestaan, die verplichting. Bij niet-verdachte terreinen stelt de Waalse wetgeving volstaat het om dat eenvoudig aan Voltaire te melden en niet meer. Wat betreft dan de bodemorganisatie in Vlaanderen, daar, aangezien het gaat om een transport naar een tussentijdse opslagplaats en geen gebruik, volstaat een eenvoudige melding om de traceerbaarheid van Wallonië naar Vlaanderen te kunnen meepakken in de databank van de bodembeheerorganisatie. Voilà. Dat zijn eigenlijk de vier gevallen. Ik hoop dat dat duidelijk is. Er is wat overlap, maar men heeft toch een aantal verplichtingen. Voor alle duidelijkheid, deze slides bestaan ook in het Nederlands, maar ook in onze frequently asked questions op onze website staan deze vermeld. En het kleine foutje van daarnet, dus het ontbreken van die notification, le mouvement de terre, ga ik er onmiddellijk aan toevoegen straks. Voilà, dan ja, wat nu gedaan met die twee regio's en dat gewestgrensoverschrijdend transport, dan is de vraag natuurlijk, kunnen we bepaalde gegevens van een RQT recycleren om er een technisch verslag van te maken, om het te kunnen gebruiken in Vlaanderen? Of omgekeerd, kan ik met een technisch verslag en de gegevens daarin, kan ik dat omswitchen naar een RQT? En dat is vandaag een probleem. Moeten we daar eerlijk in zijn? Ten eerste, de bemonsteringsstrategieën in de beide gewesten zijn niet dezelfde. In sommige gevallen is dat oplosbaar, maar er zijn toch wel, afhankelijk van de grootte van de werf, kan dat een probleem geven, dat men dus voor het ene gewest wel genoeg stalen heeft, maar niet voor het andere gewest. Ten tweede, het soort parameters, soort analyses dat men moet laten uitvoeren, die verschillen in de beide gewesten. Bijvoorbeeld in Wallonië moeten er bepaalde parameters wel geanalyseerd worden die in Vlaanderen niet moeten. Dus dat betekent dus dat voor een technisch verslag mogelijk al niet de juiste parameters bevat om het in Wallonië te gaan bekijken. Ook heel belangrijk, en dat zeker voor de zware metalen, zijn de analysemethodes die men gebruikt in Wallonië en Vlaanderen niet dezelfde. En dat kan eventueel, ik kom er straks op terug, zou dat kunnen leiden tot verschillende resultaten. Dus dat is nog een probleem dat men moet bekijken. En uiteraard zijn de normen en de gebruiksvoorwaarden in de gewesten niet hetzelfde. Nu, dat laatste is niet zo'n probleem. Als men aan de hand van de resultaten een hertoetsing doet, zou men dat kunnen oplossen. Maar dus vandaag moet ik eerlijk zeggen, er zijn nog een aantal praktische problemen of procedurele problemen die compatibiliteit niet mogelijk maken. En ik heb het daarnet al gezegd, pas op. De aannemer die de grond van het ene gewest naar het andere brengt, uw opdrachtgever heeft alleen maar verplichtingen in zijn eigen gewest. Dus als u grond van Vlaanderen naar Wallonië wil brengen, de stappen die moeten gezet worden voor het transport naar Wallonië, dus de opmaak van een rapport qualité de terre, dat is natuurlijk niet de verplichting van de opdrachtgever. U kan natuurlijk onderling daar een overeenkomst over maken, geen probleem, maar juridisch gezien kan men hem dat niet verplichten.
Maar belangrijk is natuurlijk dat als u daar vragen over heeft, u hebt een technisch verslag, een Vlaams technisch verslag of een Waals een rapport kwalitair, ga naar een erkende bodemsaneringsdeskundige en ja, vraag om advies van kijk, is het mogelijk om eventueel bijkomende analyses te doen voor het transport mogelijk te maken van het ene gewest naar het andere. Gaan we die situatie en die incompatibiliteit zo laten? Nee. Weet dat Grondbank begin 2020 een initiatief heeft genomen om de drie gewesten, en dan bedoel ik ook het Brussels gewest, maar vandaag gaat het over Wallonië en Vlaanderen, om de drie gewesten bijeen te brengen om na te denken, om oplossingen te zoeken voor dergelijke problemen van incompatibiliteit. Wie zit daar in die werkgroep? De administraties van de drie gewesten, federaties van de bouw, VITO, ISEP als onderzoeksinstellingen en ook de bodembeheerorganisaties van Wallonië en Vlaanderen. En waar zijn we mee bezig? Wel, we zoeken een oplossing voor die dubbele procedures en vooral voor het synchroniseren van de verschillende procedures. Dat is geen gemakkelijke zaak, want dat vraagt natuurlijk ja, een serieuze samenwerking. En men heeft natuurlijk, we moeten niet denken, er is een grondverzetsregeling, maar er is natuurlijk ook het volledige bodemdecreet in de beide gewesten die totaal verschillend is. Bedoel ik, het is niet zo evident om te zeggen, we gaan dat gewoon identiek doen. Dat is niet altijd zo eenvoudig. Weet wel dat er naar aanleiding van de eerste werkgroep begin vorig jaar, dus ondertussen al een tweede vergadering gehad, corona strooit wat roet in het eten, maar er is een studie lopende die in samenwerking met VITO voor Vlaanderen en ISEP in Wallonië om bepaalde problematieken onder de loep te nemen. En men is wel degelijk aan het zoeken naar oplossingen. Dus wordt vervolgd, maar weet toch dat we er aan werken om die zaken meer compatibel te maken in de toekomst. Laatste slide hier, of voorlaatste slide, waar ik nog eens, dacht Maxence had ook al zoiets vermeld, maar een beetje de vergelijking van de terminologie voor als u wat vragen heeft over de vertalingen en de afkortingen voor de Vlaamse termen. Maar voilà, ik ben aan het eind gekomen, dus ik denk dat het nu tijd zal zijn voor de vragenstelling. Bedankt. Ja, ik zie in de chat dat er een paar vragen zijn toegekomen. Ik begin met een vraag in het Frans dat aansluit met het laatste deel dat je gaf, Andy. Les terres en provenance de la région flamande et qui vont vers un centre agréé en région wallonne doivent-elles faire, oui ou non, l'objet d'une analyse préalable à la sortie du site d'origine? Quelles sont les formalités pour ce transfert? Un transport de la Flandre vers une installation autorisée en Wallonie. Dat is het geval. Zien jullie mijn slides nog? Ja. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe dat ik die moet omtelen, maar... mijn excuses. Dat is het geval. Transport Wallonie. Nee. Un petit instant. Transport Flandre. Voilà. C'est le cas. Si, je pense, la question a été posée en français. Voilà, ici, donc, la question a sans doute été posée avant ce slide, mais donc, vis-à-vis de l'organisation de gestion de solde Grondbank Grondwijzer, il n'y a pas, je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas, en tout cas, un rapport technique flamand. Ça, c'est non obligatoire. S'il y en a un, il faut avoir une notification auprès de l'organisation de gestion de sol. Vis-à-vis Walter, oui, il ne faut pas d'analyse. Maxence, corrige-moi si je me trompe, mais pour des chantiers au-delà de 10 mètres cubes ou suspects, il faut simplement une notification qu'on va transporter les terres de la Flandre vers un IA, une installation autorisée en Wallonie. Et je vois que Maxence confirme. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, si c'est vers une installation autorisée en Wallonie, pas besoin d'analyse, mais l'analyse devra quand même être faite dans l'installation autorisée. Ça, on ne pourra pas y déroger non plus. Oui. La question avait une deuxième partie.
Que se passe-t-il si ces terres ne correspondent pas aux terres admissibles en région wallonne? Doivent-elles retourner en Flandre vers un centre d'enfouissement technique? Et qui est responsable? Question de responsabilité. Qui est responsable? Donc, il n'y a pas eu d'analyse en Flandre, si je comprends bien. On transporte vers la Wallonie une installation autorisée. Ils constatent que c'est pas utilisable en Wallonie, si j'ai bien compris. Qui est responsable? Well, franchement, je vois que Didier Bloch est prêt à qui va se mêler dans la discussion, mais je pense que la question de responsabilité, qui va payer, c'est une question très, très difficile ou délicate à poser. Est-ce que la terre doit retourner? Je ne pense pas qu'elle devra retourner vers la Flandre. Il y a des règles pour les terres-là. Ils peuvent être dépollués en Wallonie autant qu'en Flandre. Donc là, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Le centre en Wallonie doit, selon les règles en vigueur, doit traiter ces terres dans un centre de traitement. Un centre d'enfouissement technique en Flandre, ça n'existe pas vraiment. Je nuance. En Flandre, les terres doivent être dépolluées. Il y a des cas très limités où les terres polluées peuvent aller en décharge, un centre d'enfouissement technique, mais c'est uniquement dans le cas où il n'y a pas moyen de les traiter selon le principe Badneck. Donc voilà. Donc non, je ne pense pas qu'ils doivent retourner en Flandre, mais oui, ils devront être traités. Didier? Oui, merci. Ben, je donne ma réponse personnelle et directe. À partir du moment où l'installation autorisée a accepté cette terre, elle en devient pleinement propriétaire et responsable. Et si elle découvre malheureusement a posteriori que ces terres ne sont pas valorisables, eh bien, elle devra procéder à la dépollution. Bien sûr, contractuellement, entre les deux, il y a des choses à régler en avant, hein. Bien sûr, dans les contrats. Puisque Didier, c'est des terres qui n'avaient pas encore été analysées. Donc, je suppose que dans le contrat, avant d'accepter ces terres, ils vont avoir discuté sur les prix. Hein. Absolument. On est dans un cas de marché privé-privé. Voilà. Et donc, c'est les conditions d'acceptation de l'installation autorisée qui vont prévaloir. Très bien, merci. Alors, je donne la parole à Jacqueline. Voilà, er is een vraag binnengekomen. Ik neem aan voor Andy. Ik heb nog een vraagje. Als we gronden vervoeren buiten de grens, wordt dit aanzien als afvalstoffen? Dan stel ik mij de vraag of we ook een EVOA-formulier nodig hebben. Ja, dat is een goede vraag. Nee, het antwoord is nee, omdat EVOA-regels enkel van toepassing zijn voor het buitenland. En tot nader orde zijn Wallonië en Vlaanderen nog altijd België. Dus voor transport naar Frankrijk, naar Nederland, gelden inderdaad de EVOA-principes en dus de aanvraag van een kennismakingsdossier. Maar Wallonië, Brussel en Vlaanderen, l'Union fait toujours la force. Dus nee, geen EVOA. Dank u. Ik had hier aansluitend ook een vraag over de regels voor transport van Vlaanderen naar Nederland. Ik denk dat deze beantwoord is. Dus een melding bij de grondbank is enkel nodig als er een technisch verslag was, zodanig dat we de massabalans kunnen opvolgen. Als er geen technisch verslag, hoef je niet bij grondbank te zijn. En moet het dossier integraal via OVAN geregeld worden. Ja, in de beide gevallen. Transport naar het buitenland, dat is nu uit de scope van deze presentatie, maar transport naar buiten, altijd een EVOA-dossier bij OVAM openen, als men van Vlaanderen vertrekt. En Wallonië zal niet anders zijn. Dan had ik nog een Franstalige vraag, maar wellicht over de Vlaamse wetgeving. Bonjour, n'y a-t-il pas de restriction d'usage pour moins de 250 mètres cubes, même en ce qui concerne les chantiers de voirie? Oui et non. Oui, dans ce cas, oui, parce que les chantiers de voirie sont considérés en Flandre, sont considérés comme suspects, toujours. Et
l'exception où il ne faut pas de rapport technique pour un chantier en dessous de 250 ne vaut que pour les chantiers non suspects. Donc, prenons un chantier en zone résidentielle, 200 mètres cubes d'excavation, pas d'analyse nécessaire, c'est non suspect. Avant, il y avait peut-être des vaches. Là, il n'y a pas de restriction sur l'usage où vont ces terres en Flandre. Aucune. 200 mètres cubes d'excavation totale sur un petit chantier de voirie. Technisch verslag, rapport technique obligatoire, puisque voirie en Flandre est considérée comme suspect. Donc, il y aura des analyses et il y aura peut-être des restrictions. Mais donc, tous les petites excavations en dessous de 250 non suspects, pas d'analyse, pas de restriction, une simple notification. Je sais que c'est différent que la Wallonie. Question Jacqueline suivante. Ja, jazeker. Algemene vraag over mensen die geïnteresseerd zijn de presentatie in de beide landstalen te kunnen ontvangen of ergens op de website te kunnen terugvinden. Maar zoals Andy, je zei al dat jullie die op de website zullen... Die gaan denk ik ook overgemaakt worden aan de deelnemers, denk ik. Voilà. Dus sowieso, ja. Een andere vraag was... even kijken... Hoe maak je van een CVT een CCQT, en omgekeerd? Oh. Een comfortverklaring à la Flamande en een CCQT. Dat is een beetje wat ik hier heb proberen... Dat is een beetje een gelijkaardige vraag met wat er hier staat. Men kan een comfortverklaring van het ene gewest niet omzetten naar een CCQT van Wallonië. Dat gaat niet. We moeten in beide gewesten altijd vertrekken van een technisch verslag in Vlaanderen en een rapport qualité des terres in Wallonië. Altijd. Dus de comfortverklaringen gaan daar niet veel helpen. Dus we zitten eigenlijk... Ik kan die vraag eigenlijk omvormen naar de vraag in welke mate is een rapport qualité des terres en een technisch verslag compatibel. En daar moet ik zeggen, dat is eigenlijk wat ik hier al uitgelegd heb. Er zijn op dit moment, en dat gaat toch nog een tijdje duren, er zijn een aantal praktische obstakels waarbij dat dus niet zomaar om te zetten valt van de ene gewest naar het andere gewest. Dat is bijna onmogelijk. Een tip voor opdrachtgevers die misschien meeluisteren. Er zijn opdrachtgevers die dat doen, vrijwillig. Als u een werf hebt op de rand van de taalgrens, laten we zeggen, van de twee gewesten, waarbij het klassiek is dat grond regelmatig van Wallonië naar Vlaanderen getransporteerd is, u zou kunnen, zeker voor... bepaalde terreinen of grotere werven, u zou aan de expert Sol, de erkende bodemsaneringsdeskundige, kunnen vragen om direct de twee procedures naast elkaar te doen. Dat gaat niet, dat gaat iets meer geld kosten, maar natuurlijk niet twee maal zoveel. Dus je gaat waarschijnlijk een technisch verslag gecombineerd met een RQT laten maken, maar dat moet men op voorhand al weten. Dan kan men met die verschillen die hier opgemaakt zijn, opgesomd zijn, zou men dus al kunnen mee in rekening nemen. En dan heeft de aannemer natuurlijk de keuze van ik ga met de grond naar Wallonië of ik ga met de grond naar Vlaanderen. Is dat aan te raden? Ik denk het wel, omdat de twee landsdelen werken met andere normen. En sommige gebruik van dat wel in Vlaanderen kan, maar niet in Wallonië of omgekeerd, dat kan het mogelijk maken om meer gebruiksmogelijkheden te gaan creëren. En dus meer keuze voor gebruik zal in de uitvoering misschien belangrijk zijn voor de kostprijs. Ik had hier een vraag gekregen of er een lijst beschikbaar is van erkende bodemsaneringsdeskundigen om een technisch verslag te laten opmaken. Dus als dat voor Vlaanderen is, dan kan je die op de website van OVAM terugvinden. Het correcte adres is ovam.be/lijst-bsd, alles aan elkaar. Maar het makkelijkste is dat je gewoon in Google typt lijst bodemsaneringsdeskundige, want die website is niet altijd even overzichtelijk.
Misschien dat Maxence even kan aangeven waar we een lijst kunnen terugvinden voor opmaak van RQT's. Welke experts... La liste des experts seul, Maxence. Oui. Donc, elle est disponible via la présentation que j'ai faite. Donc, moi, j'ai dit qu'il y avait un lien vers la liste des experts seul agréé en Wallonie. Elle est aussi sur notre site internet, donc facilement trouvable. Ou bien alors, la manière la plus simple, c'est vous tapez sur Google liste des experts seul agréé Wallonie, et là, vous tombez directement sur le premier résultat. Donc, c'est facilement trouvable. Chez nous aussi, Grundbank. .be, dans les frequently asked, les FAQ, on trouve aussi une liste sous le sommaire Technisch Verslag. Il y a une liste disponible aussi sur notre site internet. Suivant, question suivante. Gewoon een algemene vraag over de term verdachte grond die in Vlaanderen wordt gebruikt. Wordt die term in Wallonië ook gebruikt in de zin van ter suspect ou autre? Ja, de verdachte grond en ter suspect is een beetje het synoniem, of het analoge. De definitie is niet helemaal exact, want ik heb daarnet gezegd dat bij ons ter de voirie per definitie, grondoverschotten vanuit wegenwerken, per definitie verdacht zijn. En ik dacht, Maxence, les terres de voirie ne sont pas d'office suspects. Hein? Non, Wallonie, elles ne sont même jamais suspectes par définition. Ah, voilà. À moins que le jour où vous tombez sur une excavation, et que y a plein d'huile, plein d'hydrocarbures dedans, là forcément, ça devient suspect. Mais sinon, en règle générale, non, ce ne sont pas suspects. Donc. Et aux mêmes règles des moins 10, 10, 400 et plus de 400 mètres cubes. Ja. Ik durf stellen dat misschien is de definitie in Vlaanderen strenger, maar u hebt daarnet ook van Maxence gehoord dat voor grond te hergebruiken zonder RQT is er ook een restrictie naar het bestemmingstype. Het type d'usage. Dus in Wallonië heeft men daar wel natuurlijk een veiligheidsmarge genomen. Dat men heeft geen verplichte analyses voor een kleine infrastructuurwerk, een werk voor een voirie, die is niet verplicht, maar je hebt wel een restrictie naar het gebruik. En in Vlaanderen bestaat die restrictie niet, dus vandaar de strengere definitie van het begrip verdacht. Dus analyses wel verplicht. Dus het is een beetje een ander evenwicht. Dank u. Ik heb hier nog een vraag over het eerder commerciële aspect. Zijn er in Wallonië ook commerciële organisaties of platformen gekend die vraag en aanbod van grondoverschotten beheren? Question pour Maxence. Qu'est-ce qu'une grondoverschotten beheren? Il y a des organisations en Wallonie qui font le lien entre les surplus de terre et les demandes de terre. Offre et demande. C'est une bonne question. Je ne sais pas répondre à cette question-là. Didier Bloch me dit aussi qu'il n'en connaît pas. Okay. Très bien, merci. Il y a peut-être un courtier en déchets qui a l'habitude de gérer les terres en Wallonie, mais sinon, bon, comme ça, je n'en connais pas. En fait, ce marché en Flandre, il y en a qui sont spécialisés dans l'offre et demande, mais c'est il y a toujours les plateformes de regroupement, les installations autorisées, que ça c'est leur métier, hein, de trouver des terrains récepteurs. Mmh. Voilà. Volgende vraag. Misschien nog een vraag van dezelfde persoon die vroeg hoe maak je van een CVT een CCQT en omgekeerd. Ik ben aannemer, dus als ik het goed begrijp, moeten alle proeven dus opnieuw gebeuren om een RQT te bekomen als ik een TV heb met CVT. Ja, klopt. En eigenlijk om twee redenen. Vandaar dat ik herhaal dat nog eens. Er is een ander probleem.
De analysemethoden zijn niet dezelfde, zeker voor zware metalen. Dus weet ook dat de stalen die worden genomen op voor een technisch verslag of een RQT, die zijn heel kort, die zijn slechts beperkt houdbaar. Ik spreek hier van een tweetal weken, soms drietal weken, mogen die bewaard worden. Als u een technisch verslag krijgt als aannemer, dan weet u al per definitie dat die analyses ondertussen al niet meer bestaan. Dus het is al onmogelijk om die nog ergens te gaan terugvinden, want die zijn al lang hun houdbaarheidsdatum overschreden. Dus ja, u zal zeer waarschijnlijk nieuwe stalen moeten laten nemen. Ik moet daar moet daar niet flauw over doen. Het herbemonsteren zal echt wel verplicht zijn. Daarom dat ik daarnet zei, het voorbeeld, als men al op voorhand weet, als opdrachtgever, van ik zit er in het grensgebied, ik ga de aannemer wat meer gebruiksmogelijkheden geven, dan is het met een meerkost weliswaar, maar toch op zijn minst niet twee keer eenzelfde onderzoek laten doen. Maar men zou kunnen een combinatie maken van een aantal analyses met de ene methode en de andere methode. Ideaal is het niet, hè, vooral duidelijkheid, maar het is toch beter dan het volledig opnieuw uitvoeren van een bodemonderzoek. Misschien aansluitend daarop een opmerking van iemand in onze Q&A die aangeeft dat zij ook voor gronden vanuit Brussel dikwijls tegelijkertijd een technisch verslag en een RQT opstellen. Die gaan we dan gewoon eventjes mee. En aansluitend daarop een vraag in het Frans. Concernant les différences entre la Flandre et la Wallonie, pourquoi les stratégies d'échantillonnage et les normes sont-elles différentes et sont les différences importantes? C'est une question qui se peut poser aux deux administrations. Mais mon avant-dernière slide, là j'ai quand même... qui fait les études derrière les stratégies d'échantillonnage? C'est ICEP en Wallonie, Vito en Flandre. Et eux, pour l'instant, se mettent ensemble pour discuter ce problème. Donc voilà. Pourquoi elles sont différentes? Pourquoi la France a d'autres stratégies? Voilà, c'est une vision. Tout le monde a sa vision à lui. Mais grâce à la Grande Banque, on les a mis ensemble et on espère que peut-être il y a des personnes de Vito et l'ICEP qui écoutent en ce moment-ci et que voilà. Qu'on mette un peu de pression pour se mettre d'accord sur les stratégies. Alors, j'ai une information supplémentaire sur la question qui était en néerlandais. S'il y a des sites en Wallonie qui font, je vais dire, le mariage entre offre et demande, c'est un site qui s'appelle utilitaire.be. In Nederlands dan een vraag en aanbod blijkbaar via de website utilitaire.be. Voilà, là, je vais mettre un petit commentaire. Donc, utilitaire, oui, c'est une chouette application qui utilise en fait les sites récepteurs qui ont décidé de se faire publier. Donc, la plateforme Walter contient beaucoup de sites récepteurs dont certains veulent se faire connaître et donc sont autorisés à être publiés. Donc, n'importe qui peut aller savoir qu'ils existent. Donc, utilitaire reprend sur une carte de la Wallonie l'emplacement des sites récepteurs avec le type d'usage de terre qu'ils peuvent accepter. Donc voilà, quand on ne sait pas trop où évacuer les terres, ça peut être intéressant d'y jeter un œil aussi. Jacqueline, heb jij nog vragen? Nee, hier geen vragen meer van de YouTube-kanaal, althans. Oké, dan heb ik er nog twee. Het is een vraag in het Nederlands, maar eerder voor Maxence. In Vlaanderen is er geen technisch verslag nodig als je gronden afvoert naar een erkend centrum. In Wallonië is deze regel slechts geldig tot juni 2021. Zal deze regel verlengd worden? Ja, donc si j'ai bien compris, est-ce que la règle de faire le RQT dans l'installation autorisée sera prolongée au-delà? Oui. Oui, donc le projet d'arrêté en Wallonie est en cours. La réglementation va être modifiée un petit peu. Et cette demande va très, très, très probablement va continuer. Donc, on pourra à nouveau, au-delà du 30 juin, continuer à évacuer des terres en Wallonie vers une installation autorisée et faire évacuer sur place. Donc, ça va rester en principe.
En dan de laatste vraag, die zal voor Andy zijn, of ja, misschien voor beide. Wat te doen als er uitgegraven bodem met technisch verslag en conformverklaring vanuit een erkende top CGR in Vlaanderen, die dus zelf instaat voor de opmaak van de documenten, wordt aangenomen door een aannemer en die dat dan gebruikt in Wallonië. Bijvoorbeeld een kleine hoeveelheid, minder dan 250 kuub. Ik neem aan dat een melding bij de erkende bodembeheerorganisatie voldoende is. Of moet er ook nog iets gebeuren ten aanzien van Walter? Is er in dat, sorry, het allerbegin van uw zin. Het is een Vlaamse installatie, een tussentijdse opslagplaats. En wat is er van de analyses gebeurd? Er zou een technisch verslag en conformverklaring zijn. Op zijn Vlaams. In de top, op zijn Vlaams, in Vlaanderen. Dat is de identieke situatie. Je weet, er is daar net gezegd, dus die grond is ligt op een tussentijds opslagplaats in Vlaanderen, is geanalyseerd, maar helaas op zijn Vlaams. Dat is, er is geen, ja, er is een melding nodig, omdat er een technisch verslag is. Het grote probleem, Cindy, en jij weet dat, er is in Vlaanderen zijn er twee types van tussentijdse opslagplaatsen, erkende en niet erkende. Daar gaan we ons nu niet over uitspraken. Maar weet absoluut zeker dat u de grond wilt gebruiken in Wallonië en u zal dus een RQT nog moeten laten opmaken, erbovenop. En u zal die moeten laten conform verklaren bij Walter en vervolgens een notification mouvement de terre doen bij Walter. Excuseer. Dus nogmaals, dit is eigenlijk typisch het principe. Vooral minimaal moet je toch voldoen aan de regels van het accepterende, het ontvangende gewest, in dit geval Wallonië. Dus RQT. En Maxence heeft het ook gezegd, en ik heb het ook herhaald, de Waalse wetgeving stelt dat zelfs al gaat het over een kleine hoeveelheid grond, een RQT is verplicht. Ook, de enige uitzondering is minder dan 10 kuub. Onverdacht, maar dat is bijna geen uitzondering. Dus ja, er zal een RQT nodig zijn en een notificatie. Er is nog een laatste vraag misschien binnengekomen. Als ik het juist heb, is zelfs de bemonsteringsstrategie in Vlaanderen en Wallonië verschillend? En moeten we er voor TV en RQT zelfs andere stalen genomen worden? Ja, genuanceerd even dat antwoord. Er zijn verschillen in het aantal stalen tussen Vlaanderen en Wallonië. Die zijn niet groot. Dus het kan zijn dat voor de beide gewesten het net voldoende is. Dus dat kan. Hè? Dus, maar los daarvan heb je ook nog de analysemethodes. En dan spreken we van hoe worden die grondstalen in een labo geanalyseerd. In Wallonië en Vlaanderen, voor zware metalen, is dat een andere methode. Dus die worden niet op eenzelfde manier geanalyseerd. En Vito en ISEP is nu aan het bekijken, ondanks die verschillende methodes, zijn die resultaten vergelijkbaar. Maar vandaag moet ik zeggen, nee, die zijn niet compatibel. Dank u. Dat was de laatste vraag. Dan denk ik dat wij... Dan denk ik inderdaad dat we kunnen afsluiten, Andy. Ja. En ik bedank hierbij van harte de sprekers en ook de ondersteuning aangaande de vragen, Jacqueline en Cindy, en uiteraard de sprekers Andy en Maxence en het hele organisatie. En dan, zoals al gezegd, wij zullen trachten de presentaties ter beschikbaar te stellen in de verschillende landstalen. Voor de participanten en ook, maar daar moeten we nog even over overleggen, een manier zodat het ganse webinar nog eens kan herbekeken worden. Donc, je remercie les orateurs et les, disons, les gens du support qui ont répondu les questions, qui ont analysé les questions, Cindy et Jacqueline, et les orateurs Andy et Maxence. Et on va envoyer les présentations dans les deux langues à tous les participants et on va aussi trouver un moyen à revoir ce webinaire qui est enregistré par un website, mais on va encore un peu se concerter de la façon de faire. Merci à tout le monde et encore une bonne soirée. Dank u wel iedereen en nog een goede avond. Bye.